Welkom terug bij Supervrouwen. Thea, mooie mannen en vrouwen, dat heeft onderzoek uitgewezen, die worden makkelijker aangenomen en verdienen doorgaans ook meer. Dus uiterlijk is wel degelijk belangrijk als het gaat om het bedrijfsleven. Hoe draag jij daar nou aan bij? Nou, onze eerste doelstelling is eigenlijk wel vrouwen lekkerder in hun vel te laten zitten. Mannen ook trouwens hoor. Mm-hmm. Maar mensen lekkerder in hun vel te laten zitten. En dat doen we door middel van Ultra Shape. Ultra Shape is ultra geluid. Je kunt dat vergelijken met de niersteenvergruizer die de nierstenen vergruist. Ja. Alleen wij vergruizen dan de vetcellen. En die verlaten op de natuurlijke manier het lichaam. Zodat je niet hoeft te snijden, niet hoeft te prikken. Oké, dus en dan raken mensen hun vet al kwijt. Ja. En daardoor zitten ze beter in hun vel. Dat is maar één dingetje. Ja, maar als je beter in je vel zit, heeft dat natuurlijk weerslag op alles wat je doet. En wat doe jij dan precies? Geef jij behandelingen? Nee, ik geef geen behandelingen. Nee. Dat wordt uitsluitend gedaan door PIC-geregistreerde verpleegkundigen bij ons. We zijn een medische kliniek, ondanks dat we dus niet snijden en niet prikken. Maar ik ben de locatiemanager. En zijn dat dan dure behandelingen? Ja, wat heb je ervoor over, hè? Het is, Zo'n vetvergruizer, dat moet je dan hoe vaak doen? Of? De meeste mensen nemen 3 keer. Okay. Gaan 3 keer voor het resultaat. Maar ja, je bent zelf baas over je eigen lichaam, ja. Ook bij ons. Maar dus dan ben je ook, dan kwijt voor 3 keer bijvoorbeeld? Per 1 tot 3 centimeter per keer. Ja, dat is aan vet geld. Ja, dus bij ons is dat natuurlijk veel belangrijker, die centimeters. Ja, precies. Dat mensen lekker in hun vel gaan zitten. Ja. Per geld, dat is moeilijk in te schatten, omdat wij behandelen per gebied. Dus het geld is afhankelijk van de grootte van het weg gebied. Moet. Ja. Oké. Merk je ook dat steeds meer jonge mensen zich zo gaan bezighouden met hun uiterlijk? Ja, gelukkig wel. Oh, gelukkig? Ik vind dat soms denk ik, joh, wat is er nou mis mee? Je bent nog prachtig. Ja, het heeft 2 kanten. Vrouwen van onze leeftijd, als ik mag zeggen. Ja, doe maar. Die praten niet over hun vetrolletjes, hè? Ik dus, wel, hoor. Ja, maar er zijn weinig. Dus het is zeker geen verjaardagspraatje. Nee. Dus dat genereert ook geen klanten bij ons dan natuurlijk. Maar de jongeren zijn daar veel opener in. Ja. Er zit wel 1 restrictie in. Beneden de 18 jaar maak je nog steeds nieuwe vetcellen aan. Okay. Dus dat heeft dan geen zin. Nee, absoluut niet. Heeft geen zin. Maar verder help je mensen wel degelijk verder. Ja, en die zijn veel opener en die maken het helemaal niet uit. En die leuk, die zitten dan ook weer lekker in hun vel. En dan die stralen dan ook. Dat is echt heel leuk om te zien. Fijn. Succes met je werk. Dank je.